iedereen. 8 oktober zijn de renovatiewerkzaamheden aan het Marktveld begonnen. Als bestuur hadden we al een noodscenario bedacht. Maar de gemeente heeft woord gehouden. 5 december was alles klaar. Het ziet er prachtig uit. Wij zijn dan ook heel trots dat wij als eerste gebruik mogen maken van het nieuwe Marktveld. Het is mij een groot genoegen om namens de gemeente Vught deze prachtige ijsbaan in het centrum, in ons gerenoveerde centrum, je hebt het al gezegd, te mogen openen. Ik wil het niet openen voordat ik jou heb bedankt, Angel, voor al jouw inzet. Want jij bent toch wel degene die hier het hardst aan de kar trekt. Maar ook alle vrijwilligers die jou steunen, dat waren dit jaar ruim 50. Ja. Ik heb het van afstand een beetje gevolgd en het ziet er weer werkelijk fantastisch uit. Ik denk dat dit weer een prachtige manier is om dit centrum in het zonnetje te zetten, om het zo maar te zeggen. Dat is waar dan met ijs. Maar dat veel kinderen en veel ouderen die plezier hebben aan schaatsen hier, op het moment dat de buitentemperatuur 6, 7 graden is, toch lekker kunnen schaatsen en hier even kunnen genieten. Angel, ik hoop, hè, we hebben eens een keer bij elkaar gestaan en toen zei jij van nou, ik weet niet of ik ermee doorga. Geweldig dat je dat toch hebt gedaan en dat je dat hopelijk ook in de toekomst wil blijven doen. Echt zo. Lekker, hè? Ja. Nou, als hij goed is, dan heb je hem, hè? En als hij niet goed is, dan heb je 150 euro. Nou, stop er maar in. Het is niet te houden, hoor! Ja, geweldig. Houden we maar uit. U bent voor het geluk geboren, denk ik, of niet? Ja, wat dit betreft wel, denk ik. Ik moet zeggen dat ik 1,5 jaar geleden, toen Vught het georganiseerd heeft voor de modeshow, ook toen ben ik in de prijzen gevallen. Met een gouden envelop voor €100 in de Kerkstraat te besteden. En ja, dit had ik dus niet verwacht. Je hebt er een personal shopper bij gekregen, hè? Je hebt er een personal shopper bij gekregen? Ja, inderdaad. Daar had ik niet eens op gerekend, maar heel gezellig, hoor. Wat gaat er gebeuren? Nou, heel simpel. We hebben gewoon de hele avond de tijd om dit hele koffertje leeg te shoppen eigenlijk. €500 mag ze helemaal opshoppen. Ja, dat moet wel vanavond gebeuren. Dat moet vanavond gebeuren, maar ik ben er niet zo bang voor, of wel? Meestal is dat voor vrouwen niet zo'n probleem, hè? Wij regelen. Hebt u er een beetje over nagedacht tevoren? Eigenlijk niet, want dat moet je ook niet doen, hè? Want dan val je altijd buiten de prijzen. Waar gaat u nou het liefst eigenlijk het eerste maar naartoe? Ik denk dat de kledingzaak wordt. Dat is leuk, hè? Dat is heel voorspelbaar voor een dame. Ja. Je moet ook niet te apart willen zijn, hè? Ja, hartstikke leuk initiatief, hè? Ja, zeker. Heb je nog wat adviezen voor mevrouw? Even rustig een kopje koffie drinken. We gaan even rustig erover nadenken. Aan dat soort adviezen heb je wat aan. Ja, dat vind ik ook, hoor. Dat zijn de beste adviezen. Het wordt een dolle avond. Vast en zeker. Het zou wel niet bij één kopje koffie zijn. Dankjewel. Krijgen. Dank je. Let them see, be the good girl.